Van de zwarte hond en van de schurk met het blinde oog. Soms is het net of ik het tikken van zijn stok op de straatstenen nog hoor. En dan word ik kletsnat wakker met een schreeuw in mijn keel. Maar laat ik bij het begin beginnen. Mijn vader had een herberg in een klein vissersplaatsje aan de kust van Schotland. Op een gure winteravond vloog de deur open en stormde er een man naar binnen, zoals ik nog nooit ingezien had. Zijn haar stond stijf van de bek. En zijn ogen rolden zowat uit hun kassen. Maar wat hem vooral zo angstaanjagend maakte, was dat vreselijke litteken dwars over zijn gezicht. Waarschijnlijk had hij dat litteken opgelopen door een sabelhouw. Ik moest er al naar kijken. Zijn kleding was zwart en op zijn schouder droeg hij een grote geheimzinnige kist, die hij onmiddellijk naar boven bracht. Toen hij weer beneden kwam, zaten mijn vader en ik elkaar nog steeds met stomme verbazing aan te kijken. De zeeman spuugde een bruine straal pruimtebak in het vuur, gaf een knetterende vloek en zei: Zo, daar ben ik. Ik denk dat ik hier mijn anker maar uitgooi. Geef ouwe Bill Knekelis een slok rum, Bacchadori. Mijn vader schonk haastig een glas rum in. En ondertussen probeerde ik een praatje met hem te maken. Meneer? Wat, meneer? Ik ben kapitein, versta je? Kapitein van de Wilde Vaart. Ik heb het schuim van alle oceanen tussen mijn kiezen gespoeld. En tegen zo iemand zeg je geen meneer. Bill Knekel noemen ze mij. Maar zeg jij maar, kapitein. Oké, kapitein. Maar wat moet er met die kist? Wat daarmee moet? Afblijven. Als daar iemand naar durft te wijzen, dan sla ik hem met een handspaak de schedel in, zolderbiller. Dan moet je eens goed luisteren, Pikbroek. Zou jij wat willen verdienen? Nou, best. Het enige wat je dan moet doen is elke dag goed uit je kluis gaan te kijken of je een vent ziet met een oude boot. Zodra je die duivel ziet, moet je mij waarschuwen. Begrepen? Oké, kapitein. Bacchadori, ouwe, geef me nog eens een vat rum. Ik sterf van de dorst. Ja, met een vat vol rum. Elke dag keek ik uit naar de man met het houten been. De kapitein scheen doodsbang voor die vent te zijn. Op een dag was ik alleen in de herberg, toen er plots een woest uitziende kerel binnenkwam. Hij had geen houten been, maar ik zag dat aan zijn rechterhand twee vingers ontbraken. Is Bill Knekel binnen, de kapitein? Nee, wie bent u? Ze noemen mij de zwarte hond. Hoe minder je vraagt, hoe beter, jochie. Ik zal hier op de kapitein wachten. Dat zal mij een leuke verrassing worden. Het was een doodenge vent. Hij verschool zich achter een gordijn en nauwelijks stond hij daar. Of de kapitein kwam zwaaiend op zijn benen binnen. En een vat vol rum. Joho, joho. Bill Knekel. Hoe is het, ouwe maat? Herken je me nog? Voor zwarte hond. Dat is lang geleden. Maar nou gaan we toch eens afrekenen. Ze zwarte hond. Help! De kapitein deed een noodsprong naar de deur, maar zakte halverwege in elkaar. Hij was morsdood.
De zwarte hond haalde zijn schouders op, stapte over hem heen en ging snel naar buiten. Juist kwam mijn moeder thuis. Toen ze het lijk van de kapitein zag, begon ze te beven van angst. Oh, moeder Maria, wat moeten we beginnen? Misschien heeft hij ergens familie. Laten we in die kist boven gaan kijken. Daar staat hij. Oh, jongen, mogen we dat wel doen? Natuurlijk wel. Kijk, oude kleren. En hier, een zakje met goudstukken. Hé, wat is dat? Een klein pakje. Zal ik het openmaken? Er is iemand beneden bij de voordeur. Maak open. Hela. Hola. Open doen. Opschieten. Anders trap ik de deur in. Vlug, moeder. Doe het licht uit. Dat is een zwarte hond. Oh, wat een angst en een ellende. Wacht maar. Hij gaat weg. Misschien gaat hij hulp halen. We moeten hier weg, moeder. Sst. Stil. Wat hoor ik? Ik hoor tikken. Wat zou dat zijn? Oh, wat nou weer? Kijk eens door het raam. Ik zie een blinde man met een stok. Laten we naar buiten gaan. Die man ziet ons toch niet. Daar staat hij. Het is net of hij naar ons kijkt. Dat kan toch niet? Hij komt hierheen. Vlug, naar de achterkant van het huis. Daar komen nog een heel stel kerels. Oh, God. Vlug, achter de schuur verstoppen. Daar heb je die blinde man weer. Hij komt recht op ons af. Ik word gek van dat getik van die stok. Kom, moeder. Lopen. Eén keer verscholen we ons onder een brug en we hoorden de kerels over ons heen daveren. Maar ze hadden honden bij zich en we moesten maken dat we er wegkwamen. We sprongen over sloten, kropen door droge greppels en renden door bossen brandnetels. En eindelijk lukte het ons om de bende van ons af te schudden. Wij liepen nu regelrecht naar het kasteel van Baron Trelawney. Deze had juist bezoek van dokter Livesey. De twee mannen luisterden aandachtig naar ons verhaal. Het is vast een bende zeerovers. Ik denk dat het oude kameraden van die kapitein waren en dat er iets heel belangrijks in die kist zat. Alleen wat oude kleren en wat geld. En dit pakje hier. Wat is dat, Jim? Maak eens open. Oké, een beetje vet papier, een brief en een kaart. Een landkaart. Alsjeblieft, een plattegrond van een eiland. Kijk, kijk hier, Noorderinham. Rumbai. Kijk, Glasberg en hier drie kruisjes. Daar staat wat bij. Schat van kapitein Flint. Dat is een schatkaart. Het is ongelooflijk. Wat betekent dat? Wat dat betekent? Maar heb jij nooit van kapitein Flint gehoord? Die beruchte zeerover. Ik weet niet hoeveel goudschepen hij wel geënterd heeft. Als dat goud hier ligt en we kunnen het vinden, dan zijn wij rijk, jongen. Onvoorstelbaar rijk. Ja, ik doe mee. Ik zorg voor een schip aan de bemanning. Nou, ik wil ook wel mee. Natuurlijk, jij kan mee als kajuitsjongen. Ik ga mee als scheepsarts. En als we wat vinden, dan verdelen we de buit in drieën, akkoord? Akkoord. Maar wat voor schip hebben we nodig? Hoeveel bemanningsleden bijvoorbeeld? Wanneer we vertrekken? Rustig, rustig, Baron Trelawney. Laten we om de tafel gaan zitten en alles eens goed doorpraten. Om te beginnen. Op 12 september voeren we uit met de Hispaniola, een prachtige schoener, met een bemanning van 19 koppen. De kapitein was een strenge, sombere kerel. Hij maakte meteen al moeilijkheden. De hele rij staat me niet aan, meneer de baron. Zo, en waarom niet, kapitein? Er wordt te veel gekletst. Ik hoor dat we naar een schateiland gaan, my best. Maar van wie hoor ik dat? Niet van u, maar van het gewone scheepsvolk van voor de mast.
dat hoort niet. Ten tweede merk ik dat het kruit en de geweren het voor onder zijn gebracht. Daar ben ik het niet mee eens. De geweren horen hier in de kajuit. Dan heb ik er tenminste oog op. Bent u wellicht bevreesd voor muiterij? Ik zeg geen ja en ik zeg geen nee. Maar die bemanning bevalt me niks. Ik had mijn mannen liever zelf uitgezocht. Op dat moment hoorde ik voor het eerst dat de bemanning bij elkaar was gezocht door een scheepskok, John Silver. Een beetje vreemd eigenlijk. Maar och, die John Silver was een heel eerlijke, vriendelijke man. Ze noemden hem Lange John, omdat hij zo groot was. Het was echt een reuze aardige man. Alleen één ding maakte mij een beetje bang. Hij had maar één been. De reis verliep prima en er was een geweldige stemming aan boord. Het eten was erg lekker en in het midden van de kombuis stond een groot vat met appels. Iedereen mocht daar een appel uitnemen wanneer hij er zin in had. Op een nacht, toen ik moeilijk in slaap kon komen, besloot ik een appeltje te halen. Ik liep naar de ton, bukte me voorover en zag dat er op de bodem nummer 5 appels lagen. Ik klom in de ton en wou juist een appel pakken toen ik plotseling stemmen hoorde. Hoeveel mannen staan er aan onze kant? 14. Goed. Dus we spreken af dat we hun eerste schat laten opgraven. En dan slaan wij toe. Nemen wij ze dan gevangen of laten we ze op het eiland achter? Nee, we maken ze koud. Als ik straks rijk ben en in mijn rijtuig te Londen rijd, heb ik geen zin om die baron of de dokter dat Jocht iets in Morkens tegen blijft te lopen. Dus we brengen ze om zeep? Ja, zodra ze de zand hebben opgegraven. Eerder niet. Je bent toch een slimme vogel, John Silver. Dus John Silver was toch een oplichter. Dat moest ik onmiddellijk aan de baronnen de dokter vertellen. Maar opeens begon er een matroos te roepen. Land en zicht! Land en zicht! Iedereen rende naar de reling. In de laag hangende mist doemde de kust van het schateiland op. Onmiddellijk werden 2 sloepen te water gelaten, met een stuk of 12 mannen aan boord. Toen zij weg waren, riep ik de kapitein, de baron en de dokter bij elkaar. Wat is er aan de hand, Jim? Ik heb vreselijk nieuws. Vannacht was ik in de Appleton en hoorde ik John Silver praten met iemand anders. Ze zijn van plan ons te vermoorden zodra we de schat gevonden hebben. Wat bedoel je met ze? Nou, Lange John Silver en 14 bemanningsleden. Ik heb het altijd al gezegd, die bemanning deugt niet. Grote genade. Dan staan wij met 4 tegenover de rest. Niet helemaal, dokter. Er zijn 19 bemanningsleden, min 14. Dan zijn er dus nog 5 over, die misschien op onze hand zijn. Ja, ja, maar welke? Wij hebben in elk geval de geweren en het kruid. Laten we naar het eiland gaan. Er is daar een verlaten fort. Daar kunnen we ons verschansen. In de jol kunnen we voedsel meenemen en water. Kom mensen, aan de slag. Er waren nog 7 bemanningsleden aan boord. Hunter was in elk geval betrouwbaar. En ook Joy en Gray, dat waren bedienden van de baron. Maar de andere 4 werden voor de veiligheid opgesloten in het grote ruim. Wij stopten de jol vol met geweer en eetspullen en roeiden naar het eiland. Het bootje was zo vol dat het water bijna over de rand naar binnen sloeg. Plotseling zagen wij beweging op het dek van de schoener. De zeerovers waren losgebroken en waren bezig het grote kanon op ons te richten. We roeiden als gekken, maar er stond een sterke stroom landafwaarts. Plotseling klonk er een oorverdovende knal. Alle donders, roeien mannen, roeien zeg ik. We maken water. Hozen, hier, pak dat lege blik, hozen. Dat was vlakbij. Kop dicht, doorroeien. Ik wil drijfnat, zeg. Raak! Uit de boot, mannen! Hier is het maar 1 meter diep. Neem de geweren mee in het eten. Opschieten, vlug! Dekking! Verspreiden! Mensen, iedereen moet maar zien hoe hij in het fort komt. Lopen!